En we blijven nog even in het stationsgebied, want al jarenlang wordt er bij het station in Nijmegen van alles geprobeerd om de oversteekplaats voor voetgangers over de busbaan veiliger te maken. Nog zonder resultaat, tot vorige week vrijdag, dacht de gemeente. Toen werden er nieuwe verkeerslichten in werking gesteld. Deze maken veel lawaai wanneer er een bus aankomt en daarbij krijgen bussen een rood licht als zij harder dan 20 km per uur rijden. Een prima systeem, zou je zeggen, maar daar denken veel mensen met een visuele beperking anders over. Een hoop toeters en bellen momenteel als er een bus voorbij het station rijdt. Toch is het alles behalve veilig, vindt ook Jeroen van Dijk. Nou, als je als blinde oversteekt, dan steek je altijd over op het geluid. Als je een rateltikker hoort, dan is de weg veilig en dan loop je in de richting van die rateltikker, want zo moet je oversteken. En dat is hier nu natuurlijk eigenlijk niet het geval, want als het hier je de bel hoort, dan is het onveilig. En als de bel ophoudt, dan moet je oversteken. Maar waar je naartoe moet lopen, dat hoor je niet meer. Hoe het wel zou moeten, is volgens Van Dijk heel simpel. Wat standaard is bij oversteken als er te veel verkeer komt, dat zijn zebrapaden, dat zijn verkeerslichten en dat zijn rateltikkers om het verkeer zeg maar te conditioneren en om aan te geven van wanneer je veilig kan oversteken. De huidige situatie zorgt voor veel prikkels die zo ook weer hun eigen gevolgen hebben. Fleur Pelle, werkzaam bij het Nijmeegse Museum, ligt dat toe. Een risico is dat je dus afgeleid raakt, dat je niet goed kan concentreren op waar je eigenlijk mee bezig bent. En je probeert je toch te focussen op je route en dat moet je toch wel doen met je andere zintuigen. Dus met je gehoor en met je tast. Dus als er een obstakel of iets van een heel erg veel omgevingsgeluid is, dan maakt dat toch wel weer veel afleiding, zeg maar. Zorgt voor veel afleiding, ja. Met een simpele aanpassing zou de situatie al een stuk veiliger kunnen worden. Wat het al beter zou maken is in ieder geval dat er een tikje tussendoor zou zijn, zodat het echt klinkt alsof je dat je weet dat hij het doet. Want nu is het maar spannend of hij echt werkt of niet. Want hij rinkelt eigenlijk alleen zodra er dus een bus aankomt en niet als er geen bus rijdt. Dus dan weet je eigenlijk niet of hij het doet en dat hoor je bij normale verkeerslichten wel. En is de gemeente op de hoogte van deze risico-onveiligheid? Ja, ze zijn op de hoogte. En hebben ze daar een reactie op gegeven? Gaan ze daar iets mee doen? Ze hebben dus de afweging gemaakt om in afwijking daarvan dit waarschuwingssysteem te maken.